De vertaling van mijn werk kan heel breed zijn en er zijn heel veel verschillende vormen mogelijk. En ik heb heel veel gekeken en gezien en gedacht voor de visueel element in dit stuk. Uiteindelijk ben ik met Nest uitgekomen als interessante collaborator. In het begin waren we echt verrast dat we echt dachten van wow, die elektrische samples in combinatie met strijk en blaas. Het was echt een enorme wereld die openging. Het is niet meteen heel illustratief en duidelijk, maar de beelden nodigen ook uit voor je eigen verbeelding. Ze kwamen met een steentje en ik dacht, oh, mooie steen, maar dan wat? Dus dit is de vormstudie voor het uiteindelijke toneelbeeld. De steen is een deel van een sfeer. In samen met de muziek, het helpt mij uit deze wereld en het creëert meteen iets heel anders. En dat vind ik heel sterk. De rol van het tekenen is ook het observeren. Dat helpt mij ook als componist om een focus te geven. De muziek en ook de video's die zijn heel erg dromerig. Dus het is eigenlijk een combinatie tussen het waarnemen en het noteren en het visualiseren, verbeelden, dromen. En dat wisselt elkaar af. Maar ik weet niet echt precies hoe het gaat uitzien. Dat vind ik echt spannend en echt leuk.